absoluut. Want ja, ik zou heel graag willen weten wat het effect is. Of wat het effect is van mijn woorden op de lezer. Ik zou dat heel graag willen weten. Mijn gedroomde lezer is iemand, denk ik, die rebels is zonder te weten waarom die rebels is. Die a rebel without a cause. Die ongedurig is, die niet weet waarom hij niet op zijn gemak is, waarom hij niet op zijn plek is. Ik hoop dat de lezer die dat leest, dat hij dat pikt, dat hij zich daarin herkent. En dat hij dan zich eindelijk begrepen voelt. Waardoor ik dus ook eindelijk me begrepen voel. Ik zie het als een taak van iedere schrijver om niet één betekenis of niet één boodschap over te dragen, maar om het een verhaal zo te maken dat het ruimte laat voor een heleboel interpretaties, voor een heleboel betekenissen. Zeker. Ik merkte dat ik steeds meer in hokjes ging denken, steeds meer in categorieën ging denken. En ook de wereld om mij heen ook in allerlei hokjes ging denken. En hoe minder de wereld daarin paste, hoe ongelukkiger ik werd. En nou, ik ging gewoon meer tijd besteden in het lezen van goede boeken, van klassieke literatuur. Om de menselijke maat weer te voelen, te ondergaan. En daardoor met een humane blik naar de wereld te kijken. En dat heeft me echt geholpen.